Rukwinden hebben gistermiddag veel schade aangericht in diverse buurten in Paramaribo en de Randstad. Daken van huizen zijn weggerukt, masten en reclameborden zijn omgevallen en bomen zijn ontworteld. De materiële schade is ontzettend groot. Bepaalde gebieden hadden ook te kampen met stroomuitval. De omgeving Kwata is zwaar getroffen door het noodweer. Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR, heeft de situatie geïnventariseerd en noodhulp verleend. Volgens majoor Ulrich Korte, logistiek manager van het NCCR, is de situatie vrij ernstig. Tot op dit moment hebben we ongeveer 23 meldingen van woningen die getroffen zijn. Verschillende daken weggewaaid, roldeuren weggewaaid. En we hebben zo'n 12 andere bijzonderheden, zoals net wat ik al zei, boom op auto, telefoonmast omgevallen, billboard omgevallen. Rukwinden komen en wat de mensen kunnen adviseren is dat ze, mocht blijken dat het in een omgeving is, dat ze in elk geval zorgmaatregelen, voorzorgmaatregelen nemen om hun huizen goed dicht te maken, zodat de windstoten niet binnen kunnen komen. En dat ze hun dakbedekking even controleren om te kijken als die goed bevestigd zijn, als er eventueel reparaties gepleegd moeten worden of zaken gerenoveerd moeten worden, dat ze dat doen, ter hand nemen. Want het zal wel een ongerief zijn als je dak ten gevolge van hevige rukwinden of stormwind wordt weggewaaid. Dat was majoor Ulrich Korte, logistiek manager van het NCCR. Rukwinden hebben gistermiddag veel schade aangericht in diverse buurten. Hoewel het district Nikeri geen last heeft ondervonden van de rukwinden, heeft de enorme regen het district bijna volledig blank gelegd.